Hi, welkom bij Sportza. Mijn naam is Niels. Ik ben hier samen met Bas. We gaan het vandaag hebben over ledactivatie bij deadlift. Leds, brede rugspier. Bas, ja, die strekt zijn arm vooruit om even aan te geven wat we precies willen doen tijdens het deadliften. De leds die zitten hier, latissimus. Wat je wil is dat je schouder in je zak steekt en dat je arm als het ware naar je lichaam toe gaat. Op het moment dat je dat doet, dan span je deze spier aan. Het heeft twee functies. Enerzijds hou je de bar dicht bij je lichaam. En anderzijds ondersteun je de wervelkolom door middel van het stabiliseren van de wervelkolom. Een goede teaching tool is het gebruiken van elastiek. Je kan gewoon simpel aan de bar maken. En wat ik zo meteen ga doen is de bar wegtrekken bij Bastiaan. En dan moet hij dus de schouder in zijn zak trekken en zijn arm naar hem toe. We gaan 3 herhalingen doen. Je doet gewoon resetten. Ik zet spanning op de elastiek. Bastiaan trekt zijn schouders in zijn zak en de armen dicht bij het lichaam. Een goede manier om de latissimus te activeren. Ik zou hem vooral doen bij het opwarmen. Zodat op het moment dat je je zwaarste gewicht moet gaan tillen, dat spieren en de neuronale aansturing goed geactiveerd is. Mochten er vragen zijn, hoor het graag. Dankjewel.